Laten we even kijken. Het is goedenavond al zo'n beetje bij jullie daar. Bij ons is het goedenavond. Ja. Bij u is het goedemiddag. En bij ons nog goedemiddag. Inderdaad. Ja, u heeft onlangs een politieke partij opgericht. De New Suriname Beweging. Wat is zo vernieuwend aan deze beweging? En in welk opzicht verschilt deze beweging van de gevestigde oude politieke partijen? Nou, is het een nieuwe politieke partij? Het komt hier namelijk op neer dat het eigenlijk een vereniging is. Die via de politiek ook aan de verkiezingen gaat deelnemen. En de zaken zoals het is, je weet bij die oude politieke partijen, daar ben je lid van. En wanneer er geformeerd moet worden, dan worden er allerlei mensen die niet eens de lagere school hebben afgemaakt, worden bijgetrokken om posten te gaan bekleden. Ik denk bijvoorbeeld ministers. Meer dan de helft van dit kabinet bestaat uit mensen, zegt men, heb ik nog pas gehoord, die gewoon diploma's gekocht hebben bij een of andere figuur in Miami. En die mensen hangen namelijk de minister uit met alle consequenties van dien, dat ze eigenlijk geen kennis hebben van hoe een organisatie, een ministerie, een bedrijf eigenlijk zouden moeten organiseren, zouden moeten sturen. En dan krijg je dit, dat alles op een bepaald moment kapot gaat. Instituten gaan kapot, ze weten geen raad. Maar het slaat dan ook naar de burgers toe. Met dien ten gevolge, meneer, dat er een gewoon door het feit dat men niet met financiën weet om te gaan en niet begrijpt eigenlijk wat een staatshuishouding of een bedrijfshuishouding is, dat er gewoon gerommeld wordt met geld. Corruptie, dat is al onbekend bij oude politieke partijen. En dan krijg je natuurlijk zaken als armoede en alle consequenties van dien, instituten kapot, heb ik al gezegd, en noem maar op. En daar wil namelijk die nieuwe New Suriname Beweging verandering in brengen. Zijnde, het is een vereniging opgezet. De oprichter zelf en de mensen in het bestuur, die gaan niet in de regering zitten. Maar wat men als eerste gaat doen, dat men mensen gaat balloteren. Kijken op de eerste plaats dat ze niet corrupt zijn. Dat ze geen smet op hun naam hebben. Dat ze gaan tekenen voor waarvoor ze namelijk inkomen. En dan krijgen ze namelijk de post toebedeeld. De oprichters en de bestuursleden die gaan natuurlijk de vinger op de pols houden. Die gaan toekijken. En in elk geval proberen dat wat er allemaal is gebeurd, laten we zeggen vanaf de onafhankelijkheid, laten we dat punt nemen tot dit punt waar alles vernietigd is, waar er zo gestolen en geroofd is, waar de staatskas eigenlijk aan het diggelen is, dat nooit meer gebeurt. Dat we echt eigenlijk gaan besturen met mensen die kennis van zaken hebben, maar bovenal integriteit op de eerste plaats is en dat je kennis van zaken moet hebben. Dus ik praat eigenlijk zo'n beetje over een nationaal technocratisch kabinet waarvoor wij staan. Ja. Nationaal technocratisch kabinet. Ja, nationaal, omdat wij uit alle partijen waar de goede mensen zitten, als wij zouden moeten formeren, de mensen zullen benaderen om aan het kabinet deel te nemen. Je moet zich namelijk zo voorstellen, in Nederland heb je verschillende voetbalverenigingen, maar nu men in Duitsland speelt, haalt men de beste spelers eruit om Nederland te gaan vertegenwoordigen. Zo moet u NSB namelijk zien. Oké, vraag je, als sommige ministers amper of niet de lagere school hebben doorlopen, zijn ze dus eigenlijk niet gealfabetiseerd? Dus dat houdt in dat sommige ministers lezen nog schrijven kunnen? Dat is het geval op dit moment in Suriname. Er is massaal diploma namelijk gekocht bij een of andere figuur eigenlijk niet zo lang geleden tegen onze collega meneer Ludwig van Milieu had. De meneer zit in Miami. En dat soort van met als gevolg dat eigenlijk het hele onderwijs hier, of mensen die pretenderen diploma's te hebben, dat je er niks eigenlijk mee kan beginnen. Maar het zijn juist deze domme mensen die in het kabinet van Chan Santoki namelijk de hoogste posten van directeur tot minister namelijk bekleden. Dus het zijn dus vooral politici die diploma's gekocht hebben. Politici van de ABOP en van de VAP.
Dat is al onbekend. Daar zitten we natuurlijk ook met het feit, zoals die vorige minister Marie Levens had verkondigd, dat maar 40% of 45% van de bevolking kon lezen, rekenen en schrijven. Dat samengemengd met die ploeg namelijk van Santokki, waarvan hij beweerde dat het een dreamteam zou zijn. Ja, ik heb wel een team gezien, maar het is altijd nog bij een droom gebleven tot de dag van vandaag. Na 4 jaren, dat het is overgeslagen naar het volk en dat het volk enorm leidt, honger leidt. Dat in feite de mensen niet eens goede medische voorzieningen kunnen krijgen. We hebben een kleine jongen als minister van Volksongezondheid die eigenlijk de hele zorg kapot heeft gemaakt. We hebben een minister van Justitie en Politie die geen kaas heeft gegeten eigenlijk van veiligheid. Met als gevolg dat je totaal niet veilig meer bent in je huis, op straat, op je balkon of waar dan ook. Dat je wordt beroofd. Dat zijn zaken die aan de orde van de dag zijn op dit moment in Suriname. Vandaar dat we hebben gezegd op een bepaald moment, ik ga niet meer aan de zijkanten staan kijken. Ik ga mensen niet meer adviseren, want ze zijn innerlijk, zijn ze eigenlijk bedorven. Ze zitten er alleen maar om te komen roven, stelen en het volk eigenlijk in problemen te brengen. Kortweg, ze hebben geen enkele empathie voor het volk, maar alleen maar voor hun zak. Ze zijn corrupt tot in hun tanden. Dat we hebben gezegd, we komen met iets nieuws en dat na Anjoens naambeweging. Ja, als u kijkt naar de respons vanuit de bevolking, hoe komt de beweging over? Er zijn reacties tot nu toe. Aardige wat reacties, moeten we zeggen. Maar wat ik moet zeggen, een heleboel mensen timmeren nu aan de weg. Je weet het, er komt olie, zeggen ze. Daarover heb ik in mijn programma van komende vrijdag aanstaande, samen met Van der Leuf, aardig wat aan uw luisteraars en de luisteraars in Suriname te vertellen. Hoe het staat namelijk met de exploitatie van olie. Maar de mensen hebben op dit moment veel zorgen aan hun hoofd. We merken het ook aan het aantal zelfmoorden dat per week zo'n beetje plaatsvindt van mensen die gramaxoom innemen. Verdergingsmiddelen, springen van de brug, een auto nemen, de Saramaka rivier inrijden en dat soort van zaken. Dus er is een reactie, maar de mensen hebben op dit moment niet echt tijd voor de politiek. De mensen proberen te overleven. De meesten die vertrekken, dat weet u, vooral bij die strategische groepen als de leerkrachten, de verpleegsters, politie, noem maar op. Die vertrekken vooral nu naar de Antillen om een beter leven namelijk te krijgen. Wat ik zie dat er namelijk gaat gebeuren, is het volgende. Dat wanneer de verkiezing er is, en je hebt veel zwevende kiezers, dat de mensen massaal gaan afrekenen met dit tuig van de riggel dat hun zo eigenlijk gemarteld heeft de afgelopen 4, straks 5 jaren. Dat wil zeggen, de mensen komen in een hok en gaan gewoon stemmen tegen dit soort van gasten, waarvan een paar nu onlangs nog hebben gemixt. Ik denk bijvoorbeeld binnen de NDP-groep hebben ze een paar mensen bij elkaar geschraapt om weer namelijk aan de macht te komen. En ze komen namelijk met een vrouw waarvan wij weten, als we praten over de naam Edicons, als we praten over de naam Para-Industries, als wij praten over een vrouw in het parlement, dat een vrouw die moest verschijnen bij de overdracht namelijk van onze dam, gewoon de hamer heeft overgedragen aan bouwvader, die ze heeft gepakt en naar huis is gegaan. Dat soort van mensen willen komen regeren zogenaamd. We weten wat ze ons hebben gebracht. Het zijn deze mensen die ons in de grootste problemen hebben gebracht. En dat eigenlijk een persoon als Santokki, die eigenlijk met een gespleten persoonlijkheid en een masker op was, waarvoor vele mensen hem hebben gesteund omdat het toen niet goed ging met de vorige regering, het hebben overgenomen. Zeg wel, de NDP heeft ons aan de rand van de afgrond gebracht en Santokki heeft ons met een trap en een mitrailleur erin geschoten en erin getrapt. Ik heb een vraagje. Ik heb begrepen dat ook zomaar dat een aantal mensen uit Indiërs het land binnenkomen. Enorm veel. Ongecontroleerd en dat die mensen wellicht ook stemgerechtig zijn volgend jaar. Dat moeten we even kijken. Er is een programma en het hoofd eigenlijk
van CBB is gekomen en heeft aangegeven dat het toch een beetje lastig zou zijn. Maar we zullen het wel zien. Je kan eigenlijk van alles verwachten van eigenlijk een president, een regering, die eigenlijk alle mensenrechten hier heeft vertrapt. Ik denk bijvoorbeeld aan het doodschieten toen door politieagenten, ik weet niet wie eigenlijk, of militairen, die opdracht hebben gegeven van inheemse te Peking Sarong. Kortweg, het liegen en het bedriegen is deze regering eigen. Te beginnen met de president, naar de vicepresident, naar NPS moet je ook niet vergeten, want ook Rusland heeft namelijk, als u het heeft kunnen volgen, een grote grap met Santoki uitgehaald, waarvan ik heb begrepen, als ik zo, Jogi mag me geloven, voordelen namelijk heeft gehad voor zichzelf. Het was vooral Patricia Etnel, wat ik heb begrepen, die de druk namelijk heeft gezet dat ze niet verder gaan met deze regering. En uiteindelijk is meneer Rusland, wat ik heb begrepen, teruggegaan naar Santoki om te zeggen, mijn achterban wil niet samenwerken. Maar hij heeft wel van die voordelen genoten. Hij heeft zelf gehad het ministerie van volkshuisvesting, of laten we zeggen het departement volkshuisvesting, om voor huisvesting te zorgen, heeft er namelijk niks van terechtgebracht. Zoals meneer Yogi zelfs, ze gooien met modder naar elkaar. Maar ik denk dat er een kern van waarheid is dat meneer Rusland in feite niet eens hier woont. Hij woont meer in Miami. En als er vergaderingen zijn, dan is hij er niet, dan is hij vaak weg. Dit soort van figuren willen komen zitten om nog meer voordelen voor hun eigen zak te halen. En dan, ja, wat moet ik zeggen? We gaan door eigenlijk met Peertje Alehoer. Het is eigenlijk een dode partij. Alleen, ze zijn een beetje bang om neer te vallen, om dood neer te vallen. Die andere groep die ons in die ellende namelijk heeft gestopt en nu probeert via een samenwerking elkaar namelijk hebben gevonden. Wat ik zie, de mensen gaan afrekenen met deze mensen. En ik denk dat uiteindelijk, als het zo doorgaat, gaat het draaien om drie partijen maar. Het gaat draaien om de nieuwe beweging. Het gaat draaien om DA 91 en de nieuwe leeuw. Daar gaan de mensen namelijk voor kiezen. Dat is eigenlijk de analyse die ik heb gemaakt. En men gaat afrekenen, nogmaals afrekenen, met datgene die geen enkele empathie heeft, die dit volk compleet vernietigd heeft, die dit volk voorkomen namelijk de dood eigenlijk in hebben gejaagd. Denk maar aan COVID en andere gevallen. En dan moet ik natuurlijk ook niet vergeten van dat ze willen komen zitten. Nogmaals, die olie, dat geld van olie lonkt. Ja, en dat willen ze namelijk komen doen. En daarna zijn ze klaar. Maar ik kan de luisteraars zeggen, als volgend jaar één van deze partijen, de bestaande zittende partij, of die partij die net namelijk gebundeld heeft, aan de macht mag komen, dan is het gedaan met Suriname. Dan is het enige wat het volk dan nog kan doen, is namelijk een lijkkist te bestellen bij Hennep of waar dan ook, en te wachten op hun dood. Want ze gaan eigenlijk misschien, hoe noemen ze het, een komende decennia, misschien nog minder een jaar zelf halen. Dat staat hun al te wachten. Er zijn al zoveel ons voorgegaan, de dood ingejaagd, namelijk door deze regering. Het zal nog erger worden. Denk maar aan die Afrikaanse toestanden waar men olie heeft en waar het volk eigenlijk verdoemd is geworden. Ditzelfde staat Suriname te wachten. Dus het is aan de luisteraars om hun hersenen te gebruiken, om te weten als ze straks met dat rood potlood in dat stemhokje is, om af te rekenen met dit soort van demonachtige politici. Even een ander punt. Een heleboel gelden die waar de staat Suriname recht op heeft, vloeien niet toe of stromen niet door of wordt niet overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname, maar naar het schijnt op een geheime rekening van de Surinaamse president. Dat heeft de president zelf namelijk gezegd, wat ik op een bepaald moment heb begrepen, dat het geld gaat naar een bank daar aan de Dr. Sophie Redmondstraat, dat gelinkt is namelijk met de Surichase Bank, die is opgehouden te bestaan in Nederland, in Amsterdam. Je weet het, dat de Fiat een inval namelijk heeft gedaan vanwege het witwassen van geld. En boze tongen beweren dat waarschijnlijk het geld van de staat Suriname, dat bij Santoki was, om vanwege die geheime rekening, ik weet niet welke geheime rekening hij op nahield, want we zijn niet in staat van oorlog met geen enkel land op dit moment, al is het zo dat Guyana eigenlijk Tigri bezet, en waarvan mij het
gevoel bekruipt dat wij het eigenlijk nooit meer zullen krijgen, moet ik wel zeggen dat er misschien een kern van waarheid is. Want toen die president op een bepaald moment hoorde dat er een inval was gedaan bij Surichains, daarna hadden ze het geld weer vrijgegeven en de tweede keer hebben ze het geld toen weer in beslag genomen. U weet toen die bommetjes namelijk tot ontploffing kwamen in Amsterdam, in Rotterdam in de vroege ochtend. Wat had de president plotseling hartklachten? In elk geval, de Surinaamse cardiologen waren niet in staat om hem te onderzoeken en hij vloog hals over de kop naar Suriname, naar Nederland. Maar toen hij is gekomen, als u zich nog kan herinneren, heeft hij niet gelopen waar u en ik normaal lopen, namelijk naar de Marichesee toe. Maar hij moest naar beneden van het vliegtuig waar er een heleboel kisten waren en dozen, samen met zijn vrouw. En wat ik heb begrepen, ietsje verder lopen om verder op te klimmen en daar zat de Marichesee en Fiat namelijk op te wachten, omdat zo was die boze tongen namelijk beweren. De naam van de president was voorgekomen in de stukken die Fiat in beslag had genomen en er vragen namelijk daarover waren. Hoe kwam de naam van een Surinaamse president namelijk in stukken van de Surichains bank? Dat is het verhaal dat namelijk de ronde doet, maar u weet het, in Suriname, waar er rook is, is er vuur. Dus het zou best kunnen dat er een kern van waarheid hierin is. Ja, ja. Prima. Owen, heb jij een vraagje? Ja, Brada Guillermo, hi hi. Ik vraag me één ding af, hè. Ik ben het heel eind eens met Guillermo. Dat er dus iets anders moet gebeuren om het roer om te krijgen in Suriname. Ja. Alleen, waar ik zo bang voor ben, is dat op het eind, vaak voor de verkiezingen, een heleboel mensen door beloftes en weet ik veel wat weer op die oude partijen gaan stemmen, waardoor je nooit meer toekomt aan wat Guillermo net zegt: juiste man, juiste vrouw, juiste plek. Vandaar mijn voorstel: ga nu werken aan een schaduwzakenkabinet van toppers, nu tot eind van het jaar. Dan heb je zo'n schaduwzakenkabinet met de bevolking. Alleen maar toppers. En het eerste kwartaal 2025 een grote lijnen regeerprogramma. En nou komt het. Dat schaduwzakenkabinet met het programma, samen met de bevolking gemaakt, worden inzet bij de verkiezingen. Dat wil zeggen, de burgers, de politieke partijen moeten zeggen: ben je voor of tegen dat schaduwzakenkabinet? En de bevolking moet in de stembus aangeven: wie willen ze? Willen ze dat schaduwzakenkabinet als definitief kabinet? Of niet? En als ze het niet willen, dan komt er weer familie- en vriendenkabinet. Want ik ben zo bang, Guillermo, als die traditionele partijen winnen, komt de nieuwe beweging nooit aan de juiste man, de juiste vrouw op de juiste plek. Dus hoe kijk je er tegenaan? Dus ik ben ook voor een technocratenkabinet, hoor. Absoluut. Ik denk dat we je ook nodig zullen hebben, ondanks je leeftijd, om te komen helpen, wat veel kader hebben dit land verlaten. Oh. Dus we zullen enorm een beroep moeten doen op het kader daar in Nederland, met een verschiet dat de mensen naast hun Nederlandse nationaliteit die ze blijven behouden, als ze hun diensten willen verlenen aan dat kabinet, ook nog een Surinaamse nationaliteit krijgen, omdat ze ze zijn Surinamer, het macht van de Hoge Raad in Suriname aan. Het wordt toegepast. Het is gewoon een stukje wet die eigenlijk in orde gebracht moet worden in het parlement. Ja, dan kunnen we die mensen ook namelijk hun tweede paspoort namelijk geven. Maar wat u daar zegt, ik hou er rekening mee. Er kan van alles namelijk gebeuren. Denk maar, Suriname wordt op dit moment geregeerd door Sneeuwwitje. U kent Sneeuwwitje wel. Ja. U komt er overal tegen in de hele wereld. In Spanje zijn we er tegengekomen. In Rotterdam, alom, in Antwerpen. Nu in China. China is er zelfs boos op en wil verder onderzoek. En dat geld dat roelt verschrikkelijk in die samenleving. Dus mensen zijn enorm omkoopbaar. Aan de andere kant houden we ook rekening mee dat de mensen in grote armoede zitten. Dus als namelijk de baas van Sneeuwwitje aankomt draven en komt met veel geld, want ik denk dat er weer veel geld namelijk gaat rollen, dat de mensen zo omgekocht kunnen zijn. Maar daarom heb ik aan het begin gezegd: luister hier, mensen,
gebruik je verstand. Want we hebben ervaring dat de Surinaamse kiezer een actieradius heeft qua geheugen van een halve seconde. En daarna zijn ze snel vergeten wat er namelijk is gezegd. Vandaar dat we dat eigenlijk zullen moeten blijven herhalen. Maar datgene wat u zegt, daar ben ik al lang mee bezig. Ik ben er al zeker 3 jaren mee bezig om te kijken wie of wat. Ik heb ook vaak geluisterd naar het programma van jullie trouwens. U weet het, ik ben ook medewerker op de vrijdagavond van Radio Tamara. En warempel, u hoeft zich geen zorgen te maken. Ik heb al gesproken met heel wat van die namen die jullie ook daar hebben voorgedragen. We hebben ze gebaloteerd. We zijn nog niet klaar, want we gaan ze ook door onafhankelijker laten baloteren. In elk geval, het moet crème de la crème worden. En dat hadden we ook al gezegd. Vlak voor de verkiezingen willen we de mensen namelijk presenteren. Meneer, dit is het kabinet dat we u willen aanbieden. Ik kan u zeggen, wat ook anders is. We willen af van het presidentschap machtige president. We willen komen tot het Westminster-model. Waar je een minister-president hebt. Met een primus inter pares, de minister-president als de voorzitter. En een ceremoniële president zoals het was namelijk voor 1980. En waarom zeg ik dat? Omdat de wetenschap, de geschiedenis en onderzoek heeft uitgewezen. De meeste landen in de wereld die het namelijk goed doen, die hebben namelijk een minister-president of een Westminster-model. En dat ding werkt voortreffelijk. Het is ook democratischer dan een kabinet waar de ministers het niks voor het zeggen hebben, een presidentieel stelsel, maar het is alleen de president die verantwoording namelijk aflegt aan het parlement. Nou, wij willen het veranderen en zo hebben we nog heel wat zaken waarvan ik kan zeggen, het programma is al klaar. Ik denk dat ik er vanavond helemaal mee rond ben. Morgen moet ik nog een aantal, cosmetische dingen aan dat rapport namelijk doen. En dan is het klaar. Als u praat namelijk over een regeerprogramma, dan moeten we wachten om te kijken, krijgen we de macht? Krijgt de nieuwe beweging het voordeel dat ze mogen voor de dag mogen komen met een informateur en daarna een formateur en daarna natuurlijk verder die regering gaat formeren. Maar voor een regeerprogramma moet je namelijk wachten tot na de verkiezingen. Want trouwens, we weten niet wat we allemaal tegenkomen. U weet het, Santokki die had een heleboel leugens te vertellen over de vorige regering, dat er geen geld meer was. Er was wel degelijk geld, blijkt nu. Zodanig zelfs dat ze via OMO banken zijn gaan redden die omver bijna zouden vallen. Dat we daar een president van de centrale bank hebben die meer een polisverkoper is dan bijvoorbeeld iemand als een Jimmy Boussaid die econoom is, een monetaire econoom. Het geld van het volk wordt over de ballen gegooid, wordt aan de banken gegeven. Ze genieten maar van mensen die in COVID in problemen zijn gekomen. Daar werken banken zelf aan om de mensen hun grond en hun huizen af te pakken en te verkopen. En de mensen met kinderen op straat te zetten. Het neoliberaal kabinet dat er op het ogenblik zit, meneer, het is echt een stukje ellende in samenwerking met het bedrijfsleven, in samenwerking met de banken. Maar dat wat u heeft gezegd, nemen we ook mee. De mensen van de nieuwe beweging zijn ook trouwe luisteraars van het programma. En de sets namelijk van u, meneer Venlo, als ervaren meneer achter in de 70, over de 80, denk ik. Ik word hebben we super meegenomen, want we maken daar geen grappen mee. Mensen zeggen we moeten verjongen, maar we hebben de ouderen nodig om de ervaring over te brengen aan de jongeren. Want de jongeren van deze tijd, over de hele wereld, hebben andere belangstelling. Politiek interesseert ze niet zodanig. En als politiek ze interesseert, dan is het namelijk om te komen roven en stelen. Als we dat bijvoorbeeld weten van meneer Samson, we moeten helaas vanwege de tijdnood afronden. Ja, dus, en daar rond ik af. Neem bijvoorbeeld Huis van Bewaring is een politieke partij. Alles is verkaveld, verdeeld. En die mannen komen weer terug nu in samenwerking met de partij van de
die zegt, een vrouw moet de president worden. Ja, ik wil wel een vrouw als president, maar wel een goede vrouw. Maar niet een vrouw die namelijk allerlei smet met edicons en para-industrie en weet ik wat allemaal mijn vaderman op de naam heeft. Nee, ik wil wel een degelijke vrouw die dit land kan redden samen met ons. Ja. Oké, okay, meneer Samson, dank u wel. Okay. Dank u wel voor het interview. We komen ook binnenkort bij u terug om te kijken hoe het gaat met de nieuwe beweging. En ook omdat er volgend jaar verkiezingen gehouden worden in Suriname in mei 2025. Dank u wel dat u onze luisteraars geïnformeerd hebt over een aantal ontwikkelingen in Suriname. En succes met de nieuwe beweging. En thank you voor de gelegenheid geboden. Graag gedaan. Okay, tot de volgende keer.